Kijk eens in het label van het shirt dat je nu draagt. Grote kans dat daar Made in India staat. Veel van de kleding die je hier in de winkelstraat koopt, wordt daar gemaakt. De kleren zien er leuk uit, maar de arbeidsomstandigheden in de fabrieken zijn verre van mooi. Hongerlonen, verplicht moeten overwerken zonder betaald te krijgen, strenge regels, intimidatie en nooit zekerheid over de werkdag van morgen. Voor Schone Klerencampagne reisde ik naar India. Samen met de Landelijke India Werkgroep deden wij onderzoek naar de omstandigheden in fabrieken die kleding maken voor Nederlandse merken. De verhalen die de vrouwen mij vertelden waren schokkend. De vrouwen werken onder hoge druk, minimaal 9 uur per dag, 6 dagen in de week, in ruil voor een hongerloon van zo'n €90 per maand. Dat is niet eens de helft van een leefbaar loon. De meeste arbeiders moeten minimaal 2 keer zoveel verdienen om een basisbehoefte, zoals gezond eten en een woning met water en elektriciteit, te kunnen betalen. Vind jij ook dat Nederlandse kledingmerken een leefbaar loon moeten betalen? Ga dan nu naar schoneklerenpunt.nl en teken de petitie.